Hallo, hallo, een hele goede avond. Yes, het is alweer avond geworden. Ons koffie- en theehuisje is net gesloten. En wij zijn nog even bezig om onze opkuis te doen. En een tijdje geleden was er een vraag. Hallo, goede avond. Goedenavond. Een tijdje geleden was er een vraag. Wanneer hadden we nog een keer onze kippen in beeld gaan brengen? Dus ik denk dat dit nu wel een goed moment is. Janno staat hier als een boer met zijn laarzen aan. En die gaat... Moet je nog meer lachen? Ja. Ik ben trouwens groter dan jij. Ja, omdat je op een trap is. Ja. Dus Janno staat hier nu met zijn laarzen al aan. En we kunnen zeker weten dat het die van Janno zijn. Het toont dus een keer waarom dat we dat weten. Hij heeft gewoon zijn naam erop gezet. Nee, dat heeft een keer iemand gedaan. Die ons die, ja, dat stond een keer klaar toen dat we een boerderijbezoek gingen doen. Ja. Hadden we laarzen nodig. Die meenemen. En die mochten we uiteindelijk, omdat onze naam dan toch erop stond. Heb ik ze meegenomen. Dat ik zei, ja, ze mijn naam staat erop. Hè. Ja, ja, kijk, zie. Zullen we een keer onze kippies tonen? Zie je trouwens hier? Stopt. Normaal staat hier heel veel gras, maar dat is helemaal nu bijgewerkt. Helemaal kort getrimd. Dat is mooi, hè? Het is een beetje aan het groeien, inderdaad. Nee, hier bij de kippen. Bij de kippen ook. Ja, bij de kippen hebben ze het ook helemaal pas helemaal bijgetrimd. En korter gemaakt. Ja, kijk, een beetje zoals jouw haren. Zie je onze kippen nu bij je blij? Die groeien ook heel snel. Ja, dat mag ook nog een keer geknipt worden. Zijn ze bijna zie je ze nog? Ja, hier zitten onze kipjes op een heel groot stuk eigenlijk, hè, naast ons pand, waar we koffiezaak hebben. En ja, hier genieten zij van hun verblijf. Dit is een nieuw kot die we hebben. Daar zit alles nog goed in elkaar mee. Dit is het oude kippenkot, eigenlijk zelfs het konijnenhok geworden van de mama van Jolien. Maar uiteindelijk zijn alle konijnen daar dood gegaan. En uiteindelijk hebben ze het kot hier komen zetten, maar daar schiet niet veel meer van over, zoals je ziet. En daarachter, daar is zelfs het dak af, dat is het oude kippenhok. Ja, en dit is een lieve kipse. Kijk, die komt altijd te spreken. Een lieve, zeg ik. Niet een nieuwe. Al een van de oudste kippen, deze. Huh? Een heel sociale. En die wil gestreeld worden. Huh? Ja, hè. Kippen zijn ook heel nieuwsgierige beesten. Die willen ook altijd weten wat er is. Als je hier zo op het domein komt, dan komen ze altijd eens nieuwsgierig, zo eens neuzen zo. En zo een keer pikken met hun bek zo. Om te kijken wat ik allemaal bij heb. Nu heb ik nog wat groentjes bij. Wat groenteafval eigenlijk van in onze keuken. Die wij onze kipjes geven. En daar loopt onze kippenboer Janno op zijn domein. Oh, wat heb je daar? Weer Peppa Pig's huisje. Nee, kijk. Mama Pig. Peppa Pig. George. En waar is... Papa Pig? Die hebben we ook ergens. En Jules, waar is die? Jules zit hier al heel lang te spelen met zijn huisje. Hij heeft dat als verjaardagscadeau gehad van oma en opa. En dat vindt hij heel leuk. Hé, Jules? Je vindt het vooral heel leuk. Wat is er? Ah, hier is papa Pig trouwens. Kijk, hier is papa Pig. Je vindt het vooral heel leuk om de raampjes open en dicht te doen. Maar dan vallen wel een keer de raampjes eruit. Zo. Zo. Ik had die raampjes kunnen open en dicht natuurlijk. Dat vindt hij heel leuk. Oei, maar deze is echt wel... Het raampje is een beetje aan kapot, denk ik. Amai, een beetje sirene, dat is heel. Kijk, we hebben ook een deurtje. Nee, daar kan papa Pig naar binnen. Hallo, ik ben thuis. Ja, dat is goed, hè? Ja. Ja. En aangezien dat onze Jules zo flink hier aan het spelen geweest is de hele tijd, wij daarnet na ons avondeten eventjes tijd gehad om online op zoek te gaan voor de beste vluchten. Want mijn mama die vertrekt morgen richting Spanje. Voor 2,5 maand maar liefst. Dus dat is echt wel dat is lang. En ik kan natuurlijk mijn mama nooit zo lang missen. Ze gaan haar een huizenruil doen. Ze gaan oppassen op een huis en 2 honden, denk ik. Of een kat of 2 katten of een hond en een kat. Ik weet niet wel. Op een huis en ook nog huisdieren. En het is een heel groot huis in Spanje. En daarom leek het ons ook wel eigenlijk misschien fijn om toch ook wel nog een paar dagen nog bij hun op bezoek nog te komen. Dus we hebben net eventjes nog aan het zoeken geweest naar vervluchten. En we hebben ook iets geboekt.
Dus we hebben onze vliegtickets geboekt, hè. Yes, voilà. We gaan 9 dagen op bezoek bij hun. Dat is wel kei fijn eigenlijk. Goed, ja. Spanje blijft bij mij toch ook echt wel een speciaal plekje hebben in mijn hartje. Natuurlijk ook omdat Jules daar geboren is. En dus ja, we hebben gewoon geboekt. Ik vind het echt zot eigenlijk. We zijn al pas terug van best wel een lange vakantie Orlando. En Florida, Amerika. En dan nu eigenlijk alweer een nieuwe vakantie in het verschiet. En we hebben zelfs nog een vakantie in het verschiet. Want nadat we Spanje gaan doen, gaan we ook nog onze roadtrip doen met onze nieuwe auto. Dat is meer voor in september. Dat is meer voor verder weg, inderdaad. Maar het is wel tof dat we eigenlijk al 2 vakanties op onze planning hebben staan. Ook kei tof dat we ook wel nog een keertje zo richting eigenlijk Spanje gaan. Vooral dat was eigenlijk niet echt zo verwacht, gepland. Die dingetjes, dus het is wel ik leuk. Ik heb nog nooit naar Spanje geweest, denk ik, in de volle zomerperiode. Allee, jawel, hè. Ja, misschien helemaal lang. Met onze Jules, hè. Ja, maar is het juni, hè. Ja. Juni. Nu is het juli dat we er naartoe gaan. Ik ben als kind wel ik vaker ook als geweest. Als kind, ja. Ja, als kind ben ik wel vaker in Spanje in de zomerperiode geweest. En, zullen we zien hoe warm het gaat worden? Ja, mag gerust warm worden, want ze hebben daar ook eigenlijk een privézwembad. Kunnen een beetje zwemmen, een beetje genieten van het zonnetje. Dus kijk er wel naar uit. Anyway, wij gaan hier nog wat genieten, nog wat van onze avond. Direct ook Jules in zijn bedje steken. En wij zien jou morgen heel graag weer voor een nieuwe video. Het is wel een beetje best ook wel een droevige video. Want ja, ik moet natuurlijk voor een lange tijd weer afscheid nemen. Toch wel van mijn mama en mijn stiefpapa. Dat is ook wel altijd heel triestig. Maar dat is dus voor morgen. Tot morgen! Jongens, tot morgen! Zeg eens dada, mama. Dada. Jules, zeg eens dada. Dada, Jules. Dag, Jules. Kikkeboe!